Van harte welkom hier bij de Vergulde Eenhoorn, een prachtig restaurant verstopt in het groen midden in Amsterdam. Het is deze week Pride Week. Die staat hier in Nederland natuurlijk bekend vanwege de fantastische knelparade die ook dit jaar helaas door corona niet doorgaat. Maar Pride Week is veel meer dan alleen maar een uitbundig feestje op boten. Het is ook een week waarin we ook in Nederland stilstaan bij het belang van de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap. En ik vond het heel leuk om dit jaar niet zozeer in gesprek te gaan met mensen uit de LHBTI-community zelf, maar met familieleden, vrienden van mensen die zich tot de LHBTI-gemeenschap rekenen. En ik mag van nu met jullie in gesprek, twee moeders, omdat ik heel erg benieuwd ben naar het verhaal, jullie verhaal eigenlijk, over de coming out van jullie kinderen, wat dat met jullie heeft gedaan, met jullie gezin heeft gedaan. Hoe je daarop terugkijkt en ja, misschien ook tips voor andere ouders in dezelfde situatie. Ik heb zelf een keer in een interview met de Libelle, waar mijn moeder bij was, eigenlijk ontdekt hoe mijn moeder zelf die periode had meegemaakt. En dat was voor mij een enorme eye-opener, maar ook voor heel veel, denk ik, andere moeders die dat interview in de Libelle hebben gelezen. Dus ik ben erg benieuwd ook naar het gesprek dat wij vanavond gaan hebben. Weet jullie nog wat de trigger was voor Diego en Elise om het met jullie te delen? Ik weet nog wel dat wij, hij hielp in het café en wij stonden allebei achter de bar en wij samen deden afsluiten. En toen was hij allemaal aan het appen. Dus ik zeg zo, oh, ben je je vriendin aan het appen? Dan zegt hij, nee, mijn vriend. En ik had echt zoiets, mijn vriend. Dus ik zei, vriend? Gewoon vriend of vriend? Nee, vriend. Nou, en toen was ik totaal helemaal van de kaart, want ik had het heel, ja, ik zeg, ik had het totaal niet aanzien komen. Dus dat was eigenlijk het moment dat hij ermee naar buiten kwam. Ja, dus jullie zaten, waren niet even rustig gaan zitten, maar het kwam echt compleet onverwacht. Compleet, ja. Ja. Ja, het is zoals het is, maar wij verdienen inderdaad niet echt de schoonheidsprijs met reageren op het eerste moment. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat dat echt zo koud op ons dak kwam. Later is gelukkig goed gekomen, maar in het begin, nee, in het begin niet. Nee. Elise was 15 en ik had al een paar weken het gevoel zo van, er speelt iets. En ik kreeg er geen vinger op gelegd. En op een gegeven moment, op een zondagmiddag, toen wilde ze met de fiets weg. En ze was heel gejaagd, heel, nou, helemaal niet zichzelf. En toen heb ik tegen haar gezegd, je gaat nu daar zitten en je gaat nu vertellen wat er aan de hand is. En toen kwam het naar buiten toe. Ik zal je vertellen dat ik alles verwacht had, maar niet dat. Ze was een open boek, maar dat specifieke... Ja, dat was een volslagen verrassing voor mij. En ik ben daarna ook echt wel een paar weken echt behoorlijk van slag geweest. En daar kon ik voor mezelf ook niet echt een vinger op leggen, want dat zij homoseksueel of lesbienne is, nou, dat vind ik totaal geen probleem. Maar dat ik zo van paadje was, dat begreep ik van mezelf niet. En na een paar weken had ik zoiets van dat ik het niet in de gaten heb gehad. Dat vond ik het ergste. Ja. Ik ben wel benieuwd, is het dan, was het verdriet, boosheid, shock, wat is de... Ik denk dat het de onmacht is. De onmacht, de angst. Dat op dat moment denk je, oh jee, maar nu, wat gaat hij voor een wereld tegemoet? Want je weet gewoon van nou, mensen gaan zo reageren. Ja, en wij wonen natuurlijk in een klein dorp, dan was het al helemaal, ja. Je weet, om meteen praat van iedereen heeft er een mening over. Ja. Dat is niet altijd de mening waar ik blij van word als ik denk aan mijn kind. Ja, ik dacht altijd, ik heb maar één simpele, voor mij was dat een simpele droom. Inderdaad, later een hele grote tafel. Je kinderen aan tafel met de kleinkinderen. En gewoon dat plaatje had je en dat krijg je ook mee. Hè. Wij zijn nog van die generatie dat je daar altijd nog meegekregen hebt. Van zo hoort het, zo zou het moeten zijn. Maar dat is gewoon iets waar je mee krijgt. Maar dat kan toch nog? Zeker kan dat nog, maar op dat moment denk je van, nou gaat alles... Dat is een stomme reactie natuurlijk, maar het is wel een reactie die dan ineens... denk je, daar gaat het. Nou kan dat niet meer. Weet je, het is je kind, hè? Ja, het is je eigen kind. Dus dat is een totaal plaatje. Hè? Het karakter, wat ze doet op school, welke sporten, welke hobby's, dat soort dingen. Ja,
dat is je kind. En dat dan het homoseksuele erbij komt, ja. Daar kun je je kind toch niet op beoordelen. Dat kun je toch niet doen. Ja, ik herinner me nog dat mijn vader vond het ook best moeilijk. Maar voor hem was ook heel erg dat, nou ja, dat pad wat hij dan waarschijnlijk vanaf mijn geboorte al had bedacht. Dat ideaal plaatje van huisje, boompje, beestje en een schoondochter en kleinkinderen en al die dingen. In zijn voorstelling kon dat allemaal niet meer. Dat was allemaal weg. Ik was 17, 18. En hij was daar ook heel erg mee aan het worstelen van ja, wat is dan het toekomstbeeld dat ik nu dan moet voorstellen als ik hem zo denk. Je moet helemaal resetten. Letterlijk resetten. Ja. 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 Dat heeft denk ik voor iedereen meer of minder tijd nodig. Dat verschilt gewoon ook per ouder natuurlijk. Ja. 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 Elise bij ons dan eruit kwam, dat verdiende ook niet echt de schoonheidsprijs. Hè? En ik heb haar ook echt wel verdriet gedaan door te laten, doordat ik zo van slag was. Maar dat hebben we naderhand ook wel heel duidelijk weer besproken. Ja. En heb ik dat van mijn kant ook uitgelegd aan haar. Maar dus, van de andere kant, ook toch wel een beetje dit. Zo van, dat ik gewoon zelf niet goed wist wat ik er nou precies mee aan moest. Toch wel. Ja. Tot het moment dat ik voor mezelf had besloten zo van, het ligt niet aan haar, maar het ligt aan mij. Ik zie mijn tekort, of ik voelde mijn tekortkoming, dat ik het gewoon niet in de gaten heb gehad. En toen ik dat bij mezelf, toen was het eigenlijk helemaal prima. En dat duurde gewoon even voordat al die puzzelstukjes... Precies, ja. Ja. Dus dat, Ik heb mezelf heel lang druk gemaakt om de reactie van mijn ouders. En, ik had niet zozeer een continu WhatsApp gesprek, maar ik was wel voor het eerst echt verliefd op iemand. En dat was voor mij dan de trigger om de confrontatie aan te gaan. Ja. Dat ik dat zelf. Eerst met mijn zusje, daarna met mijn ouders. Maar dat heeft veel gebod. We hebben heel veel discussie gehad en ik herken echt precies wat jullie ook vertellen over de buitenwereld, de beelden van de toekomst die allemaal niet meer kloppen. Maar ik heb ook op een gegeven moment de knop omzetten. Dus ja, ik ben me nu de hele dag druk aan het maken over de emoties van mijn vader en mijn moeder, maar daar zit ik heel erg mee in mijn maag. Dus ik heb dat op een gegeven moment helemaal van me afgezet. Ja, nou dat is wel heel knap. Ja. En daarna ging het ook steeds beter gelukkig. Ja. Ik moest hen ook de ruimte geven, want ik had de neiging om de hele tijd de confrontatie aan te gaan van ja, hoezo durven jullie nu emotioneel te zijn of er wat van te vinden? Jullie moeten mij daar gewoon volledig in steunen. Ja. En, ja. Niet een of ander perfect plaatje op mij proberen te persen. Maar daardoor maakte ik het voor hen ook alleen maar moeilijker om weer een plekje te geven. Ja. Dus, Maar mij was het makkelijker omdat er een ander mens in beeld kwam, zeg maar. Dus dat het daardoor minder theoretisch of abstract was, maar dat je gewoon zag dat je dochter... Gelukkig was daarmee, ja. Ja, dat vind ik, ja. Dus dat meisje is gewoon ook een aantal keren bij ons geweest en het heeft niet zo'n heel lang leven beschoren, maar ik vond het allemaal niet zo punt. Nee. Ja, in het begin ook gewoon geen behoefte om een eventuele vriend te ontmoeten? Nee. En toen op een gegeven moment stond hij eigenlijk al binnen voordat ik het zelf vind. Want ja, als je een café hebt, dan mag iedereen binnen, hè? Ja. Dus toen had hij wel iemand meegebracht en die stond eigenlijk binnen voordat wij wisten van... We gaan ons man niet de kans geven om dit te ontlopen, maar gewoon... Ga ze even voor het blok zetten, ja. En heb je nog meer kinderen? Nog een dochter. En hoe reageerde die dan? Die is natuurlijk ook van die generatie dat het toch iets makkelijker gaat dan wij het natuurlijk moeten doen. Die heeft altijd goed gereageerd. En dan zei ze, voor mij was het altijd een, die broer van jou, die homo van de leerlingenraad. Zo. Ja. Ze zei, en dat deed pijn op die momenten. Ja, natuurlijk. Maar dat heeft ze tegen ons nooit verteld. Dat vertelde ze nooit. Dus ook daar is het moeilijk voor, hè? Ja. Voor de broertjes, zusjes, Ja, en zeker op scholen wordt er gewoon nog, dat weten we ook, hè, uit onderzoek hoeveel er onder de radar eigenlijk wordt gepest op dit vlak. En dat is altijd zo net niet concreet genoeg dat je er wat mee kan doen, hè, maar dat stiekem gescheld en geplaagd wat toch onder je huid kruipt. Ik denk wel dat ik
anders zou reageren als ik het nog een keer over mocht doen. Ja, ja, en je ziet dat hij gelukkig is natuurlijk. En dat is ook heel voornaam. Maar dan denk ik ook, we hadden onszelf allemaal heel veel verdriet kunnen besparen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Zowel hem als jezelf en je partner. En, ja. Ja. En levert dat dan nog tips op voor andere ouders die misschien kijken en denken, ik zit nu net in die situatie of het zou me zomaar eens kunnen overkomen? Maar ik denk dat, kijk, er zullen steeds ouders zijn die er moeite mee hebben, maar ik denk ook de generatie die nu allemaal achter ons komt, dat die misschien toch niet zo fel gaan reageren dan wij allemaal, omdat die al iets in een andere wereld opgegroeid zijn, denk ik dan. Dan denk ik, misschien reageren die toch iets anders. Misschien ook wel met toestanden en, maar ik denk niet zo fel dan dat onze generatie kan reageren. Dat denk ik wel, denk. Maar misschien wel nog de angst voor de intolerantie en de hardheid van de samenleving, maar omdat je toch al meer voorbeelden hebt gezien hoe het kan, dat het daardoor wat rustiger valt. Kijk, en die intolerantie die blijft en in ons gezin is dat natuurlijk dubbel, omdat wij ook de helft Chileens, dus het is dubbel. En maar dan denk ik, ja, dat blijft. Hoe goed wij ook allemaal ons best gaan doen. Ik denk dat dit voor hem nu het bewijs is een groot woord, maar het ding is van, ja, het zit goed nu. Dat mijn moeder durft om dit gesprek voor deze camera's voor te deze voeren. Want hij weet dat ik helemaal niet van de camera ben. Maar nee, maar dit is voor hem denk ik inderdaad, ja. Belangrijk dus dat je dit doet. Ja, maar ja, weet je ziet je kind, dat stukje homoseksueel zijn, dat is maar een klein onderdeel van het kind. Ja. En kijk naar de rest. Ja. Ja, ik bedoel, ze doet het hartstikke goed op haar werk en het is gewoon heel fijn en sociaal kind. Ja, dat vind ik allemaal veel belangrijker. Ze is gelukkig, dat is wat je toch wilt voor je als ouder zijnde van je kinderen, dat ze gelukkig zijn. Ja. Dat is het enige wat je wilt. Dat is wel zo. Ja, en dat is toch dan weer in het moment dat het eerste gesprek begint, dat je bang bent dat dat gelukkig niet kan komen omdat er zoveel beren op de weg zijn en zoveel onverdraagzaamheid en zoveel issues. Ja. Hoe kijken jullie daar nu tegenaan? Hoe ziet het ideaal plaatje eruit? Hoe dichtbij zijn we? Ja, eigenlijk is het ideaal plaatje toch gewoon dat we toch als gezin dicht bij elkaar staan. En Diego heeft natuurlijk voor een kleinkind gezorgd, want die heeft geadopteerd. Dus die hebben sinds 4 maanden Sam in huis. En ja, in eerste instantie, het was trouwens heel snel, want binnen 2 weken was Sam er. Oh, echt waar? Ja, wij kregen 2 weken van tevoren te horen. Ja. En je hebt daar ooit wel eens aan gedacht en dan denk je ook van, oh ja, maar adoptiekind is dat toch wel. Maar het is net zo geweldig. Het is gewoon een fantastisch kind en ze zijn er dolgelukkig mee. Dus wat dat betreft verandert aan dat plaatje eigenlijk dan toch niks waar je ooit bang voor was van, oh nou, ja. En vat de koe maar bij de horens. Vertel maar hoe het in elkaar zit en dan is het klaar, hè? Niet te veel poespas erop. Ook bij opa, bij de opa's en oma's. Gewoon ook meteen, en het werd allemaal heel goed ontvangen. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie vanavond hier in Amsterdam tijdens de Pride Week dit gesprek met mij wilde aangaan. Ik hoop dat we allerlei andere mensen hebben kunnen inspireren door wat over onze verhalen te vertellen. Hoe we eigenlijk alle drie met de coming out zijn omgegaan. Ik met mijn ouders, jullie met jullie zoon en dochter. En ik heb 2 hele liefdevolle moeders ontmoet die vooral het allerbeste voor hun kinderen willen. Ik denk dat het voor hen heel belangrijk is dat jullie dit gesprek of dit verhaal delen. Maar vooral ook voor heel veel andere mensen in Nederland die denken dat ze heel eenzaam zijn en dat zij de enige zijn die hiermee zitten en mee worstelen.
gebeurt in duizenden gezinnen per jaar in Nederland. En hopelijk kunnen we die mensen een beetje helpen door ons verhaal te delen. Dank jullie wel.